just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en ik ben alleen thuis, want Sergio die is op cursus. En aangezien ik bijna moet bevallen, leek het mij een goed idee om met deze twee bullenbakjes eerst te gaan oefenen om naast de kinderwagen te gaan lopen. Weet ik ook een beetje hoe die wagen loopt en hoe de honden erop reageren. Mensen zullen wel denken, die is gek. Loopt met een kinderwagen zonder baby. We gaan even kijken hoe het gaat. Zo, nou, we staan buiten. Ik heb nu al gezien dat Reggie heel erg van de trek is. Dat is ze normaal al. Maar nog steeds. Mo, die blijft er redelijk naast. Gaat ook zitten. Maar Reggie, die wordt lastiger, denk ik. Nou, daar gaan we dan. Jeetje Mina, het valt nog niet mee. Reggie, niet trekken, naast. Mo kan redelijk, behalve als hij ergens heen wil, maar Reggie... Maar goed, dat we dit even oefenen. Zo. Het moet van. Conclusie van test 1 was, dit moeten we vaker gaan oefenen. Nou, lieve mensen, ik hoop dat jullie mij kunnen zien. Ik zit nu achter mijn computer, want ik verwacht een Skype call van mijn werkgever, Beter Horen. Want zij hebben een heel groot feest en dat is altijd elk jaar. De kick-off heet dat. En ja, we reiken zo altijd een prijs uit over wie het beste gepresteerd heeft. En dat valt ook onder een kleine winkel, middelgrote winkel of grote winkel. Wij vallen onder een kleine winkel. En we zijn genomineerd. We staan in de top 3. En ja, ik kan er helaas niet bij zijn. Dat is gewoon te zwaar. Vanwege mijn zwangerschap. Dus zij hebben gevraagd of ze mij mogen skypen. Zodat ik ook de zaal kan zien en zij mij kunnen zien tijdens de uitslag. Dus ik ga proberen het ook zo te filmen. Volgens mij is het een beetje donker, maar ja, we gaan gewoon kijken wat het brengt. In ieder geval super leuk, super spannend. En als we winnen, dan mogen we dus naar Milaan, naar het hoofdkantoor van Beter Horen. Amplifon heet dat ook. Maar ja, dat gaat waarschijnlijk in maart zijn volgens mij. Dus ik gok niet dat ik mee kan. Maar ja, sowieso natuurlijk super leuk voor het team. En ik ben ook gewoon heel erg trots op ons team. Want we hebben echt een super leuke winkel op dit moment. En ik ben het collega's. Dus we gaan kijken of jullie het een beetje mee kunnen krijgen. Nou, ik krijg net een appje. Ze gaan me zo inbellen en dan moet ik even knikken als ik ze hoor. Ik hoop dat ze mij dan ook horen. Ik hoop dat ik een scheef moet laten ofzo. Voor heel die zaal is. Oh, dat is echt niet zo'n 300 man in de zaal. Nou, hi! Dank je! Ja, wil het zien? Nee. Ja, vind ik hartstikke leuk. Gaat helemaal perfect. Ja? Ja, doe maar. Ja. Zweet handjes hoor. Ha
Ja, echt hè. Dank je. Doe ik. Doei. Poeh. Kapot val ik me aan de reet. Ik wist niet wanneer ik moest komen. Nou, we hebben gewonnen. Oh, het lachen zeg. En ik kon ook nog lekker meekijken met de rest. Dus dat is echt heel leuk. En ze zijn super blij. Dus daar doen we dit voor.